Dit is het verkeersjournaal van maandag 3 september. We beginnen met werkzaamheden langs de A4 bij Den Hoorn. In verband met werkzaamheden aan hoogspanningsmasten wordt de afrit Den Hoorn van de A4 richting Amsterdam tijdelijk voor het verkeer afgesloten. De afsluiting gaat morgenavond om 9 uur in en duurt nog tot woensdagochtend 5 uur. Het verkeer in de richting van Amsterdam wordt omgeleid via de A4 af- en toerit Den Haag Zuid. En we gaan naar Den Haag, waar nog steeds gewerkt wordt aan de Laan van Meerdervoort. Een deel van de Laan van Meerdervoort wordt geasfalteerd met geluidsarm asfalt. Dit moet zorgen voor minder lawaai van langsrijdende auto's. Om het doorgaande verkeer zo min mogelijk te storen, wordt het werk in delen uitgevoerd. Tot en met 7 september is het deel tussen de Waldeck-Piermondkade en de Zoutmanstraat aan de beurt. En het verkeer wordt omgeleid via de Groot-Hertoginnenlaan. En dan blijven we in Den Haag. Ten behoeve van de nieuwe huisvesting van de Franse ambassade zijn er tot en met 19 oktober werkzaamheden op het Carnegieplein. De rijbaan voor de verkeerslichten met de Laan van Meerdervoort wordt versmald van twee stroken naar één opstelstrook. Aan de pleinzijde van de Annapolone straat wordt een parkeerstrook aangelegd. U kunt daar dus wat vertraging oplopen. En dit was het verkeersjournaal voor vandaag. De informatie staat ook op Teletext pagina 165. Heel graag tot morgen. Dag.